Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Welkom op mijn kanaal. Kom je voor het eerst op mijn kanaal, druk dan hier beneden op de knop op abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Vergeet ook de notificatiebel niet aan te zetten, zodat je meldingen krijgt als ik een video upload. En je kunt me tegenwoordig bedankjes sturen. Hier onderaan de video zie je een linkje bedankt staan. Klik daarop en dan kan je me bedankje sturen als je het leuk vindt, de video's die ik maak. En als je me daarin mee wil steunen. Lukt het dus niet via YouTube een bedankje te sturen, dan kan dat ook via de link die ik in de beschrijving heb gezet van de video. En in de reacties zet ik hem ook nog eens. En dan kun je het op een andere manier doen. Nou, lieve mensen, we zijn aangekomen bij redenvoering 6. En dit prachtige werkboek is heel erg interessant. En laat dit vooral heel vaak bij je doordringen, zeg maar, de woorden die hier verteld worden. Want zo ga je het steeds meer omzetten en steeds meer snappen eigenlijk waar het nou echt om draait. En dat is het licht in ons en ons godsbewustzijn te verhogen, vergroten, het oneindige leven. De dood overstijgen is het, ja, want het andere is een hypnotisch bewustzijn. Dus het geloof in een komen en een gaan en... Ja, het is echt bizar eigenlijk in hoeverre we weggezakt zijn en weggekwijnd zijn eigenlijk in zoveel onwetendheid. Maar goed, laten we daar niet te veel energie meer aan besteden. Ik heb dat in alle vorige video's allemaal verteld, hoe die duisternis in elkaar zit. En dat is ook heel belangrijk, weet je dat nog niet, om je daar wel in te gaan verdiepen, om te weten hoe je dus zo geprogrammeerd bent. Ja, als je dat dus nog niet weet. En dan kunnen we daarvan... losgaan, want het is niet van jou. Heel veel dingen denk je dus bij jezelf van, hey, ik voel iets of ik heb iets. En dan denk je ook echt dat het daadwerkelijk van jou is. Ja? Maar, nou, denk zeker 99% is niet van jou. Het enige wat van jou is, is dat je hart klopt en dat je bloed stroomt. En dat je gedachtes hebt waar jij dus de macht over kan hebben, maar die gedachtes die moet je dus leren analyseren en daar eigenlijk heel scherp op zijn wat je dus toelaat in jouw bewustzijn, want dat is dus niet van jou, alle negatieve energie. En er is een innerlijk weten, en die is altijd kalm, altijd rustig, en er is natuurlijk heel veel activiteit eromheen. Wat dus de guna's zijn, hè? Het ego. Je hebt er echt alleen maar drie. En je denkt echt soms van al die woorden en al die gedachten die in je hoofd hoort, dat het er wel duizenden zijn. Maar soms kun je ook bijvoorbeeld een guna meenemen van een ander. Hè? Dus door als je iemand, als je in je jeugd bijvoorbeeld hebt meegemaakt, misschien wel een reïncarnatie, een vorig leven iets, dat iemand continu op je in heeft gepraat en je een slecht gevoel heeft gegeven, dan kan het dus zijn dat zo'n entiteit nog in je aura zit, zeg maar. En dat je het continu nog steeds hoort. Terwijl het al lang verdwenen is uit je leven of weet ik veel wat. Dan nog kun je dat bijdragen omdat je daar niet bewust van bent. En je laat diegene nog steeds toe in jouw aura. Nou, die kun je dus elimineren om deze naar het licht te zenden. Of weet ik veel, een grote lichtstraal op te zetten of zo. Zodat diegene verdwijnt. En doe ermee zodat het... verdwijnt. Ja, want het is niet van jou. En dat zal je bevrijden. Dat je vrij kan zijn in wie je bent. En wat je wilt. En verder kunnen gaan ontwikkelen. Nou, ik ga door met redenvoering 6. Saint Germain, 20 oktober 1932. En we beginnen natuurlijk weer met een aanroeping. En die aanroepingen zijn er dus om ons wakker te schudden. Ja, om ons uit deze hypnose te halen. Aanroeping. Almachtige, oneindige tegenwoordigheid, schepper van al wat is. U bent steeds koninklijk in uw zegenvierende tegenwoordigheid. Enkel aan u kennen wij macht toe. Wij neutraliseren alle macht die wij ooit aan materiële zaken toegedicht hebben. Zodat wij sereen kunnen zijn in uw koninklijke tegenwoordigheid. Liefde, wijsheid en macht. Ik ben hier en ik ben daar en ik ben overal. Ik ben sereen in uw koninklijke tegenwoordigheid en ik manifesteer uw liefde, wijsheid, macht en gerechtigheid. Mogen ik uw vooruitziende blik bezitten, zodat ik ver voorbij de menselijke mogelijkheden kan zien. Ik loof en dank u, omdat ik nu
en altijd enkel uw machtige, zegenvierende tegenwoordigheid erken en aanvaard in alle zaken in mijn leven, mijn omgeving, mijn denkvermogen en mijn lichaam. Ik loof u omdat ik rond elk levend wezen uw magische cirkel geplaatst heb, die onoverwinnelijk en ondoordringbaar is voor alles wat niet gelijk is aan u. Ik waak over mijn leven, mijn denkvermogen, mijn lichaam, mijn leefwereld en mijn zaken, opdat niets u onwaardig zou zijn. Wij danken u. Redevoering. Blijf u herinneren dat wanneer ik zeg ik de oneindige godskracht gebruik. Wanneer ik zeg ik ben, heb ik deze energie in beweging gebracht om eender welk plan dat ik in gedachten heb met succes te volbrengen. Oprechte studenten zouden hier voortdurend moeten aan denken, totdat ze van deze waarheid zo sterk doordrongen zijn dat deze automatisch in actie komt. U zult bijgevolg begrijpen hoe volkomen belachelijk het is te zeggen: ik ben ziek, ik heb financiële problemen of ik heb gebrek aan iets. Ik verzeker u dat u onmogelijk deze onwenselijke situaties kunt aantrekken, indien u de ik ben gedachte trouw blijft. Gebruik dus deze godskracht. Wanneer u verkouden bent, moet men u niet zeggen dat u een zakdoek dient te gebruiken. Waarom moet u er dan aan herinnerd worden dat uw handelingen geleid worden door slechts één kracht, namelijk de ik ben tegenwoordigheid, God in u? Het is erg spijtig dat ernstige studenten niet frequent genoeg mediteren over deze waarheid, zodat haar wonderbare tegenwoordigheid kan doordringen in hun activiteiten. Weet, ik ben de koninklijke zegenvierende tegenwoordigheid, die alle officiële betrekkingen invult. Wees hiervan overtuigd. De student die hiervan doordrongen is en dit toepast, zal gezegend worden. Let erop dat u in het contact met anderen niet onwetend geloof hecht aan hetgeen men u voorspiegelt. God regeert uw leven, uw gezin en uw zaken, dus hij regeert alles wat u aanbelangt. Vrees niet steeds dat uw verbeelding uw parten speelt. Wanneer u bijna tastbaar de nabijheid voelt van de volledige manifestaties van de machtige verpersoonlijkte tegenwoordigheid, verheug u. Geloof in de machtige tegenwoordigheid die in deze wereld alles omvat, wat u kunt verlangen of gebruiken. U bent niet afhankelijk van zaken rondom u. Wanneer u zich vreugdevol openstelt voor deze machtige kracht en allesomvattende tegenwoordigheid, ziet u dan niet dat er voor u zal gezorgd worden indien u alles zou verliezen? Ik wens dat u voelt, vreugdevol aanvaardt en met heel uw wezen weet dat de macht van precipitatie geen mythe is. Ze is reëel. Diegenen die dit diep genoeg invoelen, zullen de precipitatie verkrijgen van alles wat ze verlangen. Kinderen werden gestraft voor het zien van engelen of het waarnemen van innerlijke beelden. Het is echter de ouder van dit kind die zou moeten gestraft worden, omdat hij durft te interfereren met de door God gegeven vrijheid van dit kind. Nou, inderdaad, het is een schande gewoon. Nu heb ik ook een reactie gekregen in een van de vorige video's van Enesia. Echt een super lieve meid. En ze is 16. Heel bijzonder als je kijkt. Ja, dus je bent een bijzonder mens. Blijf vooral zoals je bent. Je bent super goed bezig. En ze vertelt een verhaal dat ze dus biologieles had. En dat haar leraar had gezegd, iets had gezegd over dat je dus doodgaat. En zij heeft een reactie gegeven van, nou, ze was eigenlijk een beetje boos geworden daarover. Want ze zegt, nee, de mens hoeft niet dood te gaan. Je kan oneindig leven. Nou, daarmee ging ze een beetje uitlachen. En de leraar die vond haar gek. Verklaarde haar gek natuurlijk. Want ze begrepen voor geen meter natuurlijk wat ze zegt. Maar in ieder geval, ze ontkrachten het. En ze vertelt ook dat haar familie het dus niet, niet begrijpt natuurlijk en haar ook een beetje gek vindt. En, maar ja, dat is natuurlijk al in de loop der eeuwen altijd zo gegaan. Want alles wat
juist magisch is en wat je juist allemaal, ja, wat juist de wensen in vervulling doet gaan, daar werden mensen bang van. Hè? Dus alle prachtige wensen en dat je kracht hebt, dat mocht niet. Want dan had de koning geen macht meer. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Dan werd er iemand een andere koning. En dus altijd dat wedijver, hè? Dat ego, wat altijd beter wil zijn dan de ander. Dat is ook iets waar je echt voor scherp moet blijven. Dat je niet bang moet zijn dat een ander beter is als jij. Of alleen al het woord bang of dat je daarover nadenkt. Of dat je gepasseerd wordt. Of weet je wel, laat het. Je moet het laten. Je moet in je eigen kracht blijven. En je moet weten dat hoe meer je geeft, hoe meer je ontvangt. Ja? Dus hoe meer je deze kennis verspreidt. En als er mensen zijn die het nog beter kunnen vertellen, ben ik alleen maar dankbaar. Want deze wereld moet juist stijgen. Ja? We willen naar een hemel op aarde. Die hemel is al op aarde, alleen we moeten hem nu nog gaan zien. Iedereen moet deze hemel gaan aanvaarden, zal ik het zo zeggen. En het is juist prachtig als er mensen zijn die het nog beter kunnen vertellen als ik. Of nog beter kunnen zeggen. Of juist deze talenten al hebben ontwikkeld. Ja? Ik wou dat ze er waren of dat ik ze zag snel. En ze zijn er. Ze zijn er. Maar ik zou ze graag willen leren kennen. Heel graag. Ik zou aan hun lippen hangen. Ja? Want ik wil het ook. En dat, zo moet je het eigenlijk zien. Als iemand wijsheid heeft, dan hang aan zijn lip om het te leren. Om het te leren. Niet om te volgen en in. Kijk, zodra het onzuiver is, ook als iemand wijsheid zegt en misschien juist heel zuiver overkomt, maar misschien toch niet helemaal zuiver is, haak dan ook af. Blijf iemand niet schoon praten. Ja? Of vraag. Stel vragen. En als je iets niet helemaal begrijpt, of als je denkt, dat komt niet helemaal overeen met mij. Stel vragen. Ook als je bij mij voelt, hé, iets komt verkeerd over bij je, of je snapt het niet helemaal, of je begrijpt het niet. Stel mij vragen. Ik wil heel graag beantwoorden. Heel graag. Dat is geen probleem. Ik kan misschien niet op alles antwoorden. Als je nu vraagt, van, nou oké, hoe moet je dit en dat? Wil ik het wel met je uitzoeken. Maar stel vragen. Dat is juist goed. Vragen stellen is helend. Ja? En want we zitten nou eenmaal in een tijd van dat we filteren moeten. En dat we alles aan het uitpluizen zijn en uitzoeken zijn. Dat je denkt, hey, is die wel zuiver, is die niet zuiver? Het is een heel gedoe. Als je maar altijd naar je hart luistert, is heel belangrijk. En volg iemand niet helemaal blind, snap je? Dat is wat ik ook zeg, helemaal blind. Wees scherp. Ik heb ook niet alle wijsheid nog in pacht. Ja? En als er iets is wat je dus niet helemaal begrijpt, stel mij vragen. Want ik ben wel met een zuivere intentie bezig. Dat is één ding wat ik mee kan geven. Want dat is alles wat ik wil ook. Zuiver, 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 zuiver. Helemaal, helemaal zuiver. Oh, wat lekker. ik ga verder. Dus ja, dus die ouders, ja, daar waren we gebleven. Dus dat die ouders die kinderen straffen of andere mensen straffen. Nou, die zouden zelf gestraft moeten worden, want die zijn knettergestoord natuurlijk. Je moet juist leren van je kinderen. Ja? En je kinderen leren van jou. En jij hebt ook het is je plicht om ook te leren van je kinderen. En dat is wel zo mooi van bepaalde privéscholen. Zoals in Dubai hebben ze van die scholen. Waar een leraar geen leraar meer genoemd wordt, maar een coach bijvoorbeeld. En waarbij ze ook de coaches dus bij hun voornaam aanspreken. En niet als heer Huppel de Pup of achternaam altijd gebruiken. Of iemand die boven geplaatst wordt. Daar hebben ze gewoon het recht. Ja, de studenten hebben daar het recht. De leerlingen. Om uit te spreken als ze het ergens niet mee eens zijn. Of als ze het misschien inderdaad wel beter weten. En zo'n leraar, of hè, zo'n coach in dit geval dan, die noemt zichzelf coach, die luisteren ook naar hun leerlingen en denken, oh ja, er zit misschien wel wat in. Of als ze zich inderdaad, als diegene inderdaad ook gelijk heeft, dat ze daar dus ook gewoon een bevestiging in geven. Ja, dus dat ze ook zeggen, oké, dat heb ik dus verkeerd gelezen, of gehoord, of gezien, of geleerd. Je hebt geheel het bij het juiste eind. Ja, en dat is ook hoe het hoort te gaan.
je kinderen zijn sowieso zo slim. En ze zien zoveel meer. Daarom hebben ze ook van die sublime messages allemaal in dat soort films. Hè. Wij als volwassenen zien het niet eens meer. Ja, kun je nagaan. Daar letten we niet eens meer op. Maar kinderen zien alles. Mijn zoon, echt, die ziet echt alles. Er was dus laatst, zaten we mijn man eens klussen te kijken. En ja, dat vind ik best wel een leuk programma eigenlijk gezegd. Maar er was dus een cameraman die dus echt in een fractie van een seconde in beeld kwam, waardoor je dus niet eens zijn gezicht zag, maar alleen de stok die hij vasthield, had hij dus gelakte nagels. Nou, serieus, ik had echt totaal niet gezien. Hij zegt, als mijn zoon zegt, die cameraman heeft zijn nagels gelakt. Dat is raar, weet je wel. Cameraman en nagels gelakt, ik heb niet eens een cameraman in beeld gezien. Dus ik teruggespoeld. Ja hoor, in een fractie van een seconde. Hè? Je zag hem alleen maar binnenlopen zo. En echt, nou nog geen seconde. Nou, hij had het gezien. Dus kinderen zien zoveel meer. Het is echt zo belangrijk als je ouder bent. Dat je dus, als je vader en moeder bent. Ouder, denk ik zo stom. Als je vader en moeder bent. Dat je dus echt ook leert van je kind. En ook je kind laat uitpraten. En dat je kind dus ook laat vertellen. Ja, en als hij bij het juiste eind of zij hebt, dat je dat ook zegt wat goed van jou, weet je. Ik leer ook van jou. Dat is heel belangrijk. Dus, kinderen werden gestraft voor het zien van engelen of het waarnemen van innerlijke beelden. Het is echter de ouder van dit kind die zou moeten gestraft worden, omdat hij durft te interfereren met de door God gegeven vrijheid van dit kind. Indien volwassenen meer zouden leven in de bewuste verbeelding en aanvaarding van deze machtige en grote tegenwoordigheden, van wie het bestaan door de meeste mensen betwijfeld wordt, zouden zij hun tegenwoordigheid en verheffende ondersteunende intelligentie ervaren. Dierbare, indien u plots nood hebt aan moed en sterkte, zeg dan, ik ben hier bruisend tegenwoordig en ik word onmiddellijk vervuld van het nodige. Wanneer ik harmonie nodig heb in mijn denkvermogen of lichaam, dan zeg ik ben daar en ik vervul dit onmiddellijk. Ik hoef dan niet te wachten. Denk nooit aan de buitenwereld of aan personen die dit niet verstaan. Blijf u verheugen in de zichtbare actieve tegenwoordigheid die ervoor zorgt dat u in uw leven alles verkrijgt wat u ook maar wenst of nodig hebt. Iemand met gezond verstand zou zich moeten afvragen hoe hij in godsnaam kan verwachten de zaken te verkrijgen die hij verlangt als hij zich niet verheugt op de tegenwoordigheid van de gewenste en dit verwacht en aanvaardt. De zielige, onbeduidende persoonlijkheid plaatst zichzelf hoogmoedig boven alles, wanneer ze zegt, ik ben te belangrijk om aandacht te schenken aan deze kinderlijke sprookjes. Laat mij u vertellen dat diegenen die dit zeggen, ooit maar al te blij zullen zijn dat ze naar deze verhalen kunnen luisteren. Hun geest zal hiervan dan zo vervuld zijn dat ze deze verhalen zelf zullen gaan vertellen. Telkens wanneer u betrokken bent bij een negatieve toestand in de zakenwereld, zeg dan zelfverzekerd, ik ben de precipitatie en de zichtbare tegenwoordigheid van alles wat ik verlang en niemand kan hierin interfereren. Hè? Dus indringen is dat, interfereren. Hè? Dus het niet kan voeten. Dit is een machtige waarheid. Wanneer ik op deze manier over precipitatie spreek, bedoel ik niet enkel precipitatie vanuit het onzichtbare, maar door eender welk kanaal. Want alles is precipitatie, dus ook ingevingen. Hè? Als je dus naar een hoog bewustzijn stijgt, krijg je ingevingen. Ja, net als kinderen dus die engelen zien. Er is enkel een klein verschil in werking. Wanneer ik erken wie ik ben, dan ben ik binnengetreden in de grote stilte, Gods grootste activiteit. Deze erkenning zou voor de mens een grote openbaring moeten zijn, indien hij ze vreugdevol aanvaardt. Aldoende leert men, en zo ontwikkelt men een steeds grotere efficiëntie, niet waar? Als dit geldt voor de materiële wereld, ziet u dan niet dat dit nog veel belangrijker is voor de innerlijke wereld. Hoe meer u dit toepast, des te groter de kracht is die u erin legt. Weet dat u met de innerlijke spirituele kracht veel sneller grote resultaten bereikt dan in het materiële.
want door de geest komt de kracht onmiddellijk in beweging. Men moet niet wachten wanneer de ik ben handelt. Als u gelooft dat het spiersysteem zich ontwikkelt door oefening, zou u moeten beseffen dat wanneer u dezelfde inspanning doet om de innerlijke kracht te erkennen en te oefenen, u uiteraard grotere resultaten zou bekomen. Nou, dat is ook in de documentaire What the Bleep Do We Know, is dit ook al bevestigd wetenschappelijk, kwantumfysica. En daar hebben ze dus ook in de theorie gedaan. Dus als iemand, zeg maar een topsporter, alleen al denkt dat hij hetzelfde rondje rent, ja, iemand die hard loopt, dat hij hetzelfde rondje rent, dan gebruikt hij dus in de hersenactiviteit dezelfde spieren als dat hij fysiek het rondje rent. Dat is heel bijzonder. Een man moet bepaalde oefeningen doen om zijn spieren te ontwikkelen. Ik heb mijn studenten zeer dikwijls de mogelijkheid geboden om sterke spieren te ontwikkelen in een mooi symmetrisch lichaam zonder één enkele oefening te doen. Hetzelfde geldt voor de oefeningen van uw innerlijke vermogens om uw innerlijke kracht te ontwikkelen. En dat is echt zo. Ik heb ook altijd gezegd tegen mezelf, hoe meer ik eet, hoe meer ik afval. Nou, ik kan ook altijd alles eten. Ik blijf slank. Dus het is echt, het is niet van, oh, zij heeft geluk, haar lukt het wel, bij mij is het anders, of ik heb een of andere ziekte, of weet ik veel wat allemaal, weet je wel. Dat mensen dat denken. Nee, ze moeten echt tegen zichzelf zeggen, hoe meer ik eet, hoe meer ik afval. Of ik eet mezelf slank, of ik denk mezelf slank, of ik ben slank, ja. Of als je inderdaad spieren wil, zie jezelf al met spieren. En ja, jouw lichaam gaat die bouwstoffen er naartoe voeren. Net als wat ik net vertel met die deeltjesversnelling ding. dat het daar naartoe gestuurd wordt. Elke oefening begint mentaal, zowel bij innerlijke als bij fysieke ontwikkeling. U moet weten dat er slechts één kracht en energie is om te gebruiken, namelijk de goddelijke ik ben tegenwoordigheid in u. Daarom verloopt het gebruik van uw innerlijke vermogens noodzakelijkerwijze mentaal. Zogenaamd mentaal, maar ik zeg u, het is God in actie. U kunt immers geen enkele gedachte creëren zonder de hulp van de goddelijke intelligentie en energie. Ja, het is niet alleen, die gedachte is niet alleen van jou. Het is één met dit, ja, met de goddelijke intelligentie. Één met alles omvattend. Alles wat ook in jou denkt, denkt ook in mij. Ik heb dezelfde gedachte. Hoe kan dat? Dus ze kunnen niet alleen van jou zijn. Snap je wat ik bedoel? Ik denk ook met het denkvermogen. Met hetzelfde wezen. Daarom is uw mentale activiteit de energie van God in actie. Zo ziet u hoe gemakkelijk het is om een sterk fysiek lichaam te bekomen zonder enige fysieke oefening. De meeste wetenschappers, medici en natuurkundigen zullen dit ontkennen. Maar ik verzeker u dat ze dit enkel doen omdat ze nog niet bewust en diep hebben nagedacht over de energie of de kracht die dit bewerkstelligt. Er is immers geen enkele vorm van activiteit waarbij men deze innerlijke energie en kracht niet gebruikt. Het klinkt ook zo logisch. Het is al belachelijk dat dit ontkracht wordt. Het is zo logisch. Maar ja, dat is inderdaad als het nog niet gerijpt is daarboven. In hun hersenpan. Ja, dan snappen ze er geen snars van natuurlijk. Mensen laten zich overstelpen door twijfels en angsten die binnendringen bij de erkenning van deze grote vermogens die zij ten alle tijde vrij kunnen benutten. U ziet dat zij als het ware ondergedompeld zijn in de materie, zoals een kurkenstop die onder water wordt geduwd en die terug naar de oppervlakte vloept wanneer hij wordt losgelaten. Ik moet zeggen dat het erg spijtig is dat ernstige studenten zoveel jaren verspillen door nu en dan eens moeite te doen om deze vermogens te benutten en dan plots niets meer doen, omdat ze niet onmiddellijk resultaat zien. Dat is echt oefenen, 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 oefenen en daar echt mee bezig zijn. Het is net als dat je moet leren auto rijden en theorie leert en examens moet doen en autolessen volgt. Zo moet je het doen. Wanneer iemand hen dan aanspoort, herpakken ze zich even om dan weer terug stil te vallen. Volgehouden, vastberaden erkenning van deze ik ben tegenwoordigheid zal u leiden
tot absoluut zekere vervulling, tenzij u het opgeeft. Vooral in deze periode zie ik een flink aantal mensen die met een beetje aanmoediging en een eenvoudige beschrijving hoe zij deze vermogens kunnen benutten, hun vrijheid vinden. Dat is echt zo, het is het allerbelangrijkste, anders moet je weer gaan rekeneren en zit je weer in die astrale wereld, dit astrale rijk, weet je wel. En weer in zo'n slaapwereld. Is dit dan wat je wilt? Nee, nee. Dus er is niets meer moois en beter. En het kan vol vreugde, vol met liefde. Je hoeft niet alleen maar stil te zitten en te mediteren. Nee, het is je dagelijkse bezigheden. Herhaal het, herhaal het, herhaal het. En juist nu, want je wordt al helemaal die tredmolen ingeduwd. Weet je? Je wordt helemaal in die... dommer kun je niet worden, zeg maar, als je hierin verder gaat met hoe de bevolking leeft. Het is gewoon echt te triest. Is het niet verbijsterend dat zonen en dochters van God de beperkende begrenzingen gewillig ondergaan? Mm-hmm. Terwijl ze echter met gedrevenheid en vastberadenheid de deur zouden kunnen openen en binnentreden in deze grote innerlijke kamer vol verblindend licht. Juwelen, goud en een substantie waaruit alle soorten voedsel van het universum kan geprecipiteerd worden. Hoewel deze waarheid voor het grijpen ligt, doet ongeloof de mens aarzelen om door te gaan, deze scepte op te nemen en vrij te zijn. Ja. Het is zo nodig, jongens. En inderdaad, het vergt... tijd wil ik niet zeggen, want tijd bestaat niet. Maar het vergt kracht, moed, om door die hele waas van hypnose doorheen te kijken. En omdat het zo opgestapeld is, met zoveel ongeloof, dan is het misschien niet zo gek dat het kracht nodig heeft, ja, om door die sluier van ongeloof heen te gaan. Ja, of in ieder geval van je af te trekken. En omdat die zo... Waarschijnlijk heb je een hele dikke sluier, of je hebt een grote balk voor je hoofd. Je zit waarschijnlijk in een kooitje of zo, of een dikke betonnen muur. Ja, je moet alles in je geest ervoor gebruiken om dit open te hakken. En... om het licht weer te gaan zien en resultaten ervan te gaan zien en doorzetten. Geef niet op. Beminnen, ik zeg u nogmaals, zing het geweldige lied. Ik ben de zegenvierende tegenwoordigheid. Zing dit voortdurend in uw hart. Voel dit tot in de toppen van uw tenen. Wees vastbesloten dit lied regelmatig te zingen. Laat uw kennis en uw vastberadenheid niet afzwakken, zodat de weg zich gestadig opent naar het meesterschap. Dat u uw eeuwigdurende vrijheid is. Wees vreugdevol in de gedachte dat u nu door de sluier heen bent gegaan. Welk meesterschap iemand ook bereikt heeft ten opzichte van zichzelf, zijn zaken of zijn omgeving, het is altijd een heilige kamer, een innerlijke heiligdom, waarover niemand uitleg mag vragen en waarin niemand mag binnendringen. Niemand kan meesterschap verwerven door te verlangen het meesterschap in iemand anders te ontdekken. Kijk, je bent natuurlijk vaak altijd bezig om mensen te leren of te helpen of de wijsheid door te geven eigenlijk. En dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. En ik ontdek in jullie allemaal de meesterschap. Maar het is, je kan natuurlijk niet de meesterschap alleen maar zelf als je het zelf niet gaat omzetten natuurlijk. Hè? Dus dat is wat ze hier zeggen. Het zoeken, vinden en toepassen van de wet van het eigen wezen is voor de student de verzekerde weg naar het meesterschap. Enkel wanneer de mens het zelf bereikt heeft, kan hij werkelijk begrijpen wat het ware meesterschap inhoudt. Nou, precies, dan zou ik jullie helemaal perfect kunnen uitleggen. Er moet slechts één meesterschap betracht worden, namelijk het meesterschap over het eigen ego. Iemand kan jaren aan de zijde van een meester wandelen zonder dit te ontdekken, totdat zijn eigen innerlijke vermogens het hem duidelijk maken. Iemand kan jaren onder één dak leven met een meester zonder het te weten, totdat een ernstig probleem moet opgelost worden en de echte kracht aldus aan het licht komt. Een meester verspilt zijn eigen krachten wanneer hij bespreekt of onthult hoe hij zijn meesterschap bereikt heeft. Hij mag dit dus nooit doen.
Indien een student het geluk heeft iets moois te ervaren en dit bespreekt met anderen, wordt de ervaring meestal zodanig in twijfel getrokken dat de student al snel aan zichzelf begint te twijfelen. Ja, dat is net als dat, hè, als kinderen dus vertellen dat ze engelen hebben gezien. Of inderdaad, als jij dus... nou ja, dat heb ik dus ook. Hè. Dus ik vertel dit boek voor. Hè, ik lees dit boek voor. En dan krijg je al reacties. Ja, is dit niet van Helena Blavatsky? Of is dit niet dit? Of is Saint-Germain misschien satanistisch? Of weet ik het wel. En ik vind het... Ik waardeer het alleen maar. Hè. Ik waardeer jullie scherpheid. Maar inderdaad, het kan soms dat je denkt van... Pff, weet je... Hallo, luister nou gewoon eens wat ik vertel, zonder gelijk in de angst te schieten of zo. Maar ik snap het ook wel, weet je. Ik snap het ook. Het is gewoon een lastig iets. Maar inderdaad, als je dus zou gaan leviteren, ik denk dat heel veel mensen dan denken dat het trucage is of zo, snap je? Of als je, of dat je... vervelende opmerking misschien, of dat het nep is. Maar weet je, ik ben het ook wel een klein beetje ontstegen, hoor, moet ik zeggen. Weet je, je vertelt het, je neemt het maar aan en je doet er maar mee wat je zelf denkt. Het gaat vooral nu ook om mezelf. Ja, het gaat ook voor jullie. Dit is mooi meegenomen voor jullie. Maar ik lees dit ook voor mezelf. Ik lees het echt voor mezelf, want ik moet zelf ook dit kunnen allemaal, wat hier staat. En het doet er eigenlijk ook niet meer toe als iemand denkt het is onzin of het is nep. Maar ik snap ook wel ergens dat je energie niet mag weglekken. Ja? Dus ik snap wel wat hier staat. Indien een student het geluk heeft iets moois te ervaren en dit bespreekt met anderen, wordt de ervaring meestal zodanig in twijfel getrokken dat de student al snel aan zichzelf begint te twijfelen. Nou, dat is dus ook belangrijk. Vertel het dus ook alleen aan mensen die... ook daarmee bezig zijn. Want die zullen alleen maar vol lof zijn. Of die zullen het begrijpen. Maar mensen die daar dus helemaal niet mee bekend zijn. Ja, die zullen al snel denken van die is van lotje getikt. Of dat kan niet. Of het is niet waar. Je ontkrachten. Hè? Daarom zeggen ze ook dat woord ontkrachten. Ze nemen je kracht weg. Het is echt grappig te zien hoe overtuigend de argumenten van anderen kunnen zijn. Indien een student oor heeft voor andermans argumenten. Daar komt dus ook het woord oordeel vandaan. Hè? Je deelt een oor. Je deelt argumenten. En je hoort erna. Dus inderdaad, mooi gezegd. Waarom hecht hij dan niet minstens evenveel geloof aan zijn eigen hogere zelf? Dat haar macht en welzijn uitdrukt in de innerlijke ervaring. Als men begint te twijfelen, twijfelt men steeds meer. Hetzelfde geldt voor de ik ben. Wanneer u er aandacht aan schenkt, beheerst het uw gedachten meer en meer. De energie vloeit naar datgene waar bewust de aandacht op gevestigd wordt. Lieve mensen, wanneer jullie iets willen achterhalen of iets willen te weten komen, zien jullie dan niet, ik ben dat. Op het ogenblik dat u zegt, ik ben, brengt u de kracht in beweging die al deze mogelijkheden in zich heeft. Ze heeft alle substantie in zich en zij trekt alles waar de mens zijn aandacht op vestigt in de materie. De ik ben is het ondoorgrondelijke denkvermogen van God. De gemiddelde student die dit tracht te begrijpen, blijft vasthangen aan de herinneringen aan datgene wat voorbij is. In plaats van zich naar Gods hart te wenden en datgene voort te brengen wat nooit geweest is. Studenten en anderen realiseren zich dikwijls niet dat er veel beschavingen bestaan hebben die enorm ontwikkeld waren. Deze beschavingen zijn totaal onbekend voor de mens van vandaag. Atlantis en Lemurië of het land van Mu, waar sommige heden ten dagen het bestaan van kennen, zijn slechts fragmenten van de grote beschavingen die bestaan hebben. Studenten die iets ongewoons willen doen, moeten vastberaden zeggen: ik ben Gods hart en ik breng nu ideeën en realisaties voort die nog nooit voortgebracht werden. Beschouw enkel, ik ben datgene wat ik wens te creëren. De ik ben tegenwoordigheid is het hart van God. Op het ogenblik dat u zegt, ik ben, bent u onmiddellijk in de grote stilte. Indien u erkent dat u de ik ben bent,
dan wordt alles wat u zegt ogenblikkelijk in de materie gerealiseerd. Geloof is vertrouwen dat iets waar is. Geloof en vertrouwen gaan hand in hand. Eerst gelooft u in iets en als u erin blijft geloven, krijgt u er uiteindelijk vertrouwen in. Wanneer u niet gelooft dat iets waar is, kunt u het nooit realiseren. Als u niet gelooft, ik ben een object, hoe kan het zich dan manifesteren voor u? Het oude gezegde, er is niets goed of slecht, maar de gedachten bepalen dit zo, is een absolute waarheid. Wanneer u weet dat Gods energie zich volkomen zuiver en volmaakt uitdrukt in de mens, dan moet u beseffen dat het de mens zelf is die deze energie herkwalificeert door ze te vermengen met zijn eigen onzuiverheden. Deze zuivere goddelijke energie kan zich verspreiden door de bewuste inspanning van de mens. Hij moet deze energie een of andere eigenschap meegeven, want dit is zijn voorrecht als schepper. Iedereen kwalificeert voortdurend deze energie, die onophoudelijk wordt geschonken. Iedereen kleurt deze energie ook voortdurend met zijn eigen bewustzijn. En dat is ook, hè, dat is ook een vraag die ik kreeg van nou, hè, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld ook zeggen van nou, ik heb een lichaam, maar ik ben het lichaam niet. Of ik heb emoties, maar ik ben de emoties niet. En voor heel veel mensen komt het heel verwarrend over, want je denkt, ja maar hallo, dit is mijn tempel, ik ben één met het lichaam. En dat ben je ook, je bent één met het lichaam. En het is ook heel belangrijk dat degene die dit dus ook zegt, ook begrijpt dat je het ego niet bent. Ja, dus dat je zintuigen, die bijvoorbeeld bepaalde dingen waarnemen en verankeren, dat je die niet bent. Ja, je neemt ze alleen waar. En ik heb dus een lichaam, dus als jij denkt, heel veel mensen hebben dit omdat ze bijvoorbeeld ziektes hebben of een of ander probleem met zichzelf hebben. Dus dan willen ze loskomen van het probleem. Maar het is het ego, het hypnotische lichaam wat je niet bent. Maar je bent zeker één met dit lichaam. Het is jouw tempel. Ja? Dus je hoeft het niet, zeg maar, een soort van ontkent dat je het bent of zo, snap je? Of dat je, ik doe maar alsof ik de pijn niet voel, snap je? Want ik ben het lichaam niet. Ja, je kan het uitschakelen, absoluut. Je kan pijn uitschakelen. Je kan ook jezelf gewoon genezen. Dus als jij weet dat je het lichaam wel bent. En dat je er één mee bent. En dat je alle kracht in je bezit. En dat jij nu ter plekke daar iets aan kan veranderen als je dat wilt. Dan kan dat. En ja, er is dus een verschil tussen hypnotisch lichaam. Dus dat is het hypnotische denken. Dus denken, de dingen die je geleerd hebt gekregen op school. En ja, de hypnotische dingen, zeg maar. Dat ben je niet. Elke activiteit van de persoonlijkheid kwalificeert en draagt inherent de trillingen van geluid en kleur met zich mee. Er kan niets gebeuren zonder dat geluid en kleur inherent aanwezig zijn. De goddelijke volmaaktheid is uiteraard niet gekleurd. De kracht van het lagere denkvermogen dat iets kwalificeert, is de oorzaak van verkleuring. Elke student moet de verantwoordelijkheid nemen voor zijn eigen inbreng in het kwalificeren van de energie die hij doorzendt. Dat is je aura ook, hè? Die heeft ook kleuren, dus dat zijn gedachtes. Maar het hogere bewustzijn heeft geen kleur, het is gewoon doorzichtig of wit, gewoon licht. Het denkvermogen kan niet handelen naar iets dat geen intelligentie in zich heeft. Sta uzelf niet toe om het element tijd in de menselijke betekenis te laten spelen in eender wat u doet. Dan is het altijd tijdtekort. Je bent altijd bang dat je te laat komt of dat je dadelijk moet gaan rekeneren omdat je het niet snel genoeg hebt geleerd, zeg maar. Hè? Maar eenzelvig u vreugdevol met iets en houd dit zo, totdat het zich manifesteert. Wees als een lichtende fakkel, indien u overtuigd blijft dat de machtige goddelijke tegenwoordigheid diegene is die handelt, zult u binnentreden in de volheid en volmaaktheid van alles. Dan kunt u alles naar believen gebruiken. Elke blijvende vervulling moet gerealiseerd worden door de zelfbewuste inspanning van de mens. Vraag, wat is sympathie? Antwoord, het is slechts aanvaarding van het volmaakte, wat u ook doet. Wees onvermuurbaar ten opzichte van menselijke sympathie. Sta uzelf niet toe
te verzinken in drijfzand. Wanneer u vleugels kunt gebruiken om u te redden van deze ondergang, oordeel niet, maar blijf vreugdevol in de Ik Ben tegenwoordigheid en alles zal volmaakt gerealiseerd worden. Zeg voor elke onvolmaakte omstandigheid, vooral voor het ouder worden. Ik ben de volmaaktheid van deze persoon. Dat is ook natuurlijk omdat mensen er zich in willen laten bezinnen. Ja, of er tevreden mee willen worden dat ze oud worden. Of dat ze grijs worden. Het grijs is mooi en oud is mooi en rimpels zijn mooi. Ja, omdat ze natuurlijk tevreden willen blijven. En niet weten dat ze hun jeugd in hun dragen. En dat ze ook zichzelf kunnen verjongen. Dus ik snap wel waarom ze dit zeggen. Maar het is onvolmaaktheid. Ja? Je hebt jezelf helemaal uitgeteerd. Dat is wat er eigenlijk letterlijk is gebeurd. Dus mooi, nee. Het is iets waar je mee tevreden bent. Of waar je mee akkoord gaat dat je oud wordt. Omdat je niet weet dat je jezelf kan verjongen. En nu je dit weet, dan moet je ook beseffen dat dit een onvolmaaktheid is om oud te worden. Ja, je hebt je lichaam niet onder controle. Je hebt niet geleerd hoe je jouw goddelijke substantie of jouw jeugdige ik je lichaam laat vernieuwen. Nou, laat u niet beïnvloeden door wat anderen zeggen. Dat wordt hier ook continu gezegd. Laat niet je kracht weglekken. Ja, laat niet beïnvloeden. Dan moet je ook echt helemaal zwaar, plat gezegd, scheid aan hebben. Wat anderen vinden en anderen denken. Interesseert me ook helemaal geen ene fluit. Maar het is heel belangrijk om wel te blijven delen. Hè. Ik snap wel dat hierin staat van niet. Omdat dit nog in een tijd is geschreven. Dat mensen helemaal nog niet ervoor open stonden. Maar nu er zoveel mensen weten wat ik hier nu vertel. Dit boek kennen heel veel mensen. Heel blij mee trouwens. Ik dacht dat het nergens te verkrijgen was. Maar want het was ook jarenlang niet te verkrijgen. Dat is dan sinds kort. En volgens mij in het buitenland was het nog wel ergens te verkrijgen, hoorde ik. Ik heb het gekregen, dus ik wist het niet. Ik heb het overal gezocht. Maar het is juist heel goed om te delen. En als je het met iemand deelt die dus niet bewust is, ja, dan kun je verwachten dat er ongeloof is. Of misschien juist wel dat iemand zegt, wauw, ik heb nooit geweten, wat fantastisch. Maar laat nooit je kracht wegappen. Laat u niet beïnvloeden door wat anderen zeggen, want u bent deze volmaaktheid aan het herwinnen en u moet dit zeer bewust doen. Ja, dus je bent net op kracht aan het komen. Als je dus laat downgraden, zeg maar, dan is de kans er misschien dat je de handdoek in de ring gooit, zeg maar, weet je. Dus ontmoedigen. Wanneer u niet oplet, is het mogelijk dat u iets zegt dat u nog jaren zal achtervolgen. Als u dit niet ontkracht. Wanneer u bewust de grote wet toepast, weet dan dat de actieve kracht van de goddelijke gedachte weet wat bedoeld wordt en dit perfect uitvoert. Draag de Ik Ben tegenwoordigheid bewust op alles te gebruiken wat nodig is. Zeg, ik ben de intelligentie en ik schenk deze intelligentie de vereiste eigenschappen. Voor genezing. Ik had een student die de elektronische cirkel rondom zo sterk had geladen met de kracht van heling, dat hij de helende schaduw werd genoemd. Het was natuurlijk niet de schaduw die kon helen, maar op het ogenblik dat mensen in contact kwamen met een elektronische cirkel, genazen zij onmiddellijk. Vraag. Wij kennen God als liefde. Waarom verpersoonlijkte God zichzelf? Dus waarom is God, de liefdeskracht, een mens geworden, hè? Dat is eigenlijk of ja, iets geworden. Waarom heeft hij een lichaam gemaakt, zeg maar? Antwoord. Om iets te kunnen liefhebben. Vraag. Waarom werden de stralen verdeeld? Antwoord. Om liefde te kunnen uitdrukken. Ja, dus waarom zijn er zoveel geworden, zoveel mensen? Ja, we moeten liefde uitdrukken. En ook om te kunnen liefhebben. Liefde is het actieve grondbeginsel van God. Wanneer u lief hebt, omhult u datgene wat u lief hebt. Met het goddelijke gewaad, de stralende tegenwoordigheid en activiteit. Veroordeel nooit. Tracht steeds te begrijpen wanneer seksualiteit op een verkeerde manier geuit wordt. Verhef het bewustzijn van deze persoon door zijn aandacht te richten op een hoger ideaal of iets dergelijks.
waardoor hij zijn gedachten leert controleren, zodat hij zijn seksuele activiteit bewust kan beheersen met zijn eigen wilskracht. Het zuivere gebruik van seksualiteit is eigenlijk bedoeld om liefde te verspreiden en uit te drukken door een lichaam te creëren, zodat een indalende ziel kan beschikken over een harmonisch en liefdevol lichaam en karakter. De gedachten en gevoelens van de ouders beïnvloeden dit wordingsproces. Liefhebben is het natuurlijke grondbeginsel in het leven van de mens. Seksualiteit, hè? Alle ellende die ze je leren. Ja? Dus dat een vrouw het fijn vindt om geslagen te worden, of weet ik, om de keel dichtgeknepen te worden, of om te rampen stampen, of weet ik het veel wat allemaal, is echt verre weg van liefde. Of dat een man continu zijn zaad moet gaan verspillen, of ook in die lage energie is dat je een soort van beest wordt. Hè? Het is eigenlijk monsterlijk hoe het eraan toe gaat. En wij zijn geen dieren. Mensen vergelijken zichzelf heel vaak met dieren. En ik vergelijk nu ook eventjes met een dier. Een dier doet het nog niet eens op die manier. Ja, ja, er zijn wel sommige dieren, maar we zijn geen dieren. Ja? We zijn goden, we zijn goddelijke wezen. Dieren zijn onze lagere broeders. En waar we ook heel veel van kunnen leren sinds we onszelf kwijt zijn. Ja? Het zijn onze gidsen. Maar het betekent niet dat we ons moeten gaan verlagen tot een dier, want dat zijn we niet. Zegening, of eigenlijk monsters, blug. Zegening, oneindige God van liefde, wij danken u vandaag voor uw genadige uitstorting en voor uw machtige uitstraling, die overal alles doordringt. Wij loven en danken u dat wij uw wereld mochten binnentreden, waar alles zuiver is en waar uw uitstralingen die met elke gedachte creëert, alles wat wij denken vervolmaakt. Nota, het lichaam verheffen. 2700 jaar geleden verhief Nade haar lichaam. Wanneer drie personen hun lichaam gelijktijdig verheffen, kunnen zij tezamen opvaren ofwel ieder afzonderlijk enkele weken of maanden later. Om een dier te bedwingen, moet u zeggen, ik ben hier en ik ben daar, en ik beveel daar stilte. Kijk dan het dier in de ogen en weet dat de goddelijke liefde het bedwingt. Het verschil tussen goddelijke mededogen en menselijke sympathie is zo groot als tussen licht en duisternis. Goddelijke mededogen houdt de aandacht van de student gevestigd op de machtige ik ben. Tegenwoordigheid en roept hem op om volmaaktheid te creëren. Menselijke sympathie is een overrompelende energie die gekenmerkt wordt door een gevoel van onvolmaaktheid en die deze slechts versterkt. Nou, lieve mensen, bedankt weer voor het kijken, voor het delen, voor het liken, voor de bedankjes, voor jullie liefde, voor jullie prachtige reacties. En als je vragen hebt, stel ze gerust hier beneden. Ik hou van jullie, voor de zoveelste duizendste keer. Dat blijf ik zeggen, ik ben dol op jullie. En dan gaan we verder met redenvoering 7 in de volgende video.